Vandaag in Gouden Tijden gaan we in Soesterberg demonstreren tegen kernwapens. We hadden het gevoel dat we een verschil gingen maken. We gaan schaatsen in Spakenburg en met Vinkeveense nonnen. En we zijn bij kinderfeesten in het Westbroek van de jaren 70. Ook maken we een tochtje door de Utrechtse wijk Kanaleiland. Maar eerst gaan we chic dineren. Het is 1950. De bestekfabrieken in Zeist draaien op volle toeren. Tafelzilver is in heel Europa populair. Het staat hoog op de huwelijksverlanglijstjes. Maar er is ook veel concurrentie. Alleen al in Zeist staan 3 bestekfabrieken. Gerritsen van Kempen, Gero en Sola. Een van de fabrieken laat een reclamefilm maken die in de bioscopen gaat draaien. In de hoop zo de concurrentie achter zich te laten. De mens heeft het eten verheven tot een kunst. Vooral dankzij het smaakvol tafelgerei. Het feestelijk accent op iedere dis. De boodschap is duidelijk. Elk gezin heeft een bestekcassette nodig. En door de toenemende welvaart zie je in steeds meer gezinnen mooi gedekte tafels. Op het hoogtepunt werken er zo'n 2000 mensen in de fabrieken in Zeist. Die fabrieken maken ook roestvrij stalen bestek. Want dat is goedkoper en mensen hebben steeds minder zin en tijd om zilver te poetsen. In de jaren 70 keert het tij. Door de stijgende lonen wordt de productie verplaatst naar lage lonenlanden. Uiteindelijk verdwijnen de fabrieken uit Zeist. We zijn vandaag in Westbroek. Dat ligt ten noorden van Utrecht en ten westen van Maartensdijk. We gaan terug naar de jaren 70 en maken de feesten in het dorp mee, waar vooral de kinderen een hoofdrol in hebben. Zoals hier de kinderspelen, een jaarlijks terugkerend evenement op Koninginnedag. Het polstokverspringen in de drassige Westbroekse polder is natuurlijk te gek. En als ze dan nog niet nat zijn, dan worden ze het wel op de Nationale Brandweerdag. De Westbroekse brandweer organiseert demonstraties en spelletjes om kinderen enthousiast te maken voor het brandweervak. In 1975 wordt overal in het land 30 jaar bevrijding gevierd. Voor vele Westbroekers een heugelijke, maar ook een moeilijke dag. Op bevrijdingsdag in 1945 ontstond in Westbroek een gevecht tussen de lokale verzetsgroep en het Duitse leger. Daarbij sneuvelden nog 11 mensen. Het hele dorp loopt uit om de vrede te vieren. We kwamen daar vandaan, liepen we zo naar de vliegbasis toe. Natuurlijk kwamen we niet binnen, we bleven dan bij het hek staan. In 1978 hebben we als eigenlijk de eerste demonstratie georganiseerd met de leus van de kernwapens de wereld uit. Om te beginnen uit Nederland. En dat was hier. En hier is de vliegbasis Soesterberg, waar dan nog de Amerikaanse luchtmacht gelegerd is. Jan-Jaap van Oosterzee is dan een jongen van 17 jaar oud. Hij is lid van vredesbeweging IKV, het Interkerkelijk Vredesberaad. En organiseert een van de eerste demonstraties tegen kernwapens. Ik behoorde tot mensen die zich heel erg druk maakten toen over vragen van vrede en veiligheid. En we zagen heel veel dreiging in die enorme kernwapenwetloop die toen gaande was. Ik denk dat heel veel mensen het gevoel hadden dat er iets moest gebeuren. En ik vond dat je niet stil moest blijven zitten. Dus ik ben toen daar inactief geworden en eigenlijk gebleven altijd. Het is de tijd van de Koude Oorlog en de wapenwetloop tussen de Amerikanen en de Russen. De Amerikaanse president wil kruisraketten in Europa plaatsen en ook in Nederland. Vanaf dan zijn er regelmatig anti-kernraketdemonstraties.
Nou, we zijn hier natuurlijk meerdere keren geweest. 1978 was de eerste keer. Er zijn kleinere acties geweest met kleinere groepen mensen. Er is een tijdje een soort vredeskamp geweest van vrouwen die, voor vrede die hier zaten. Er zijn hier eigenlijk nooit van die harde acties geweest. Je hebt in Woensdrecht, waar kernwapens zouden komen, daar werden hardere acties gevoerd. Daar gingen mensen echt de basis op. Er is zelfs een keer iemand geweest die geprobeerd heeft om vliegtuigen te vernielen daar op die basis. Dat gebeurde hier allemaal niet. Maar dat was ook veel te gevaarlijk geweest. Want het was gewoon een actieve basis. Er zaten hier Amerikaanse militairen. Die bewaakten het wel. Ja, het was toch een behoorlijke groep mensen al bij elkaar. Typisch allemaal mensen met baarden op een manier die je nu nooit zo zien. We hadden het gevoel dat we een verschil gingen maken. Dat we iets gingen veranderen aan de geschiedenis. Dat het ook kon. Natuurlijk waren we boos en waren bezorgd. Mensen waren echt bezorgd over die kernwapen. Wetloop, het idee dat er, ja, dat het mogelijk was om met een paar drukken op knoppen de hele wereld te vernietigen. Dat was het gevoel dat we echt hadden. Maar er was ook iets van vreugde, van een strijdbaarheid. Van, wij kunnen zorgen dat het anders gaat lopen. We geloofden daar echt in. Dat zijn we ook wel blijven doen. Het valt me op dat er veel mensen waren. We hadden ook het gevoel van er kwamen veel meer mensen dan we eigenlijk verwacht hadden. We wisten nog niet of het zoveel zou aanslaan, maar er waren toch al een paar duizend mensen. Dat was voor de echte grote vredesdemonstraties. Dat is de meest ingewikkelde campagneleus die ooit iemand bedacht heeft. Helpen de kernwapens de wereld uit om te beginnen uit Nederland. Maar het werkte wel. Uiteindelijk kende bijna iedereen in Nederland die leus wel. Natuurlijk waren er heel veel mensen het niet mee eens, maar de leus kwam wel over. Het is heel wonderlijk om het weer te zien. Om al die duizenden mensen op de been te krijgen, gaat Jan-Jaap regelmatig flyeren. Het spannendst vindt hij dat in de wijk Apollo in Soesterberg. Daar wonen de Amerikaanse militairen. Ik vond het doodeng. Ik had helemaal geen ervaring met Amerikanen. Ik was ook bang dat mensen boos zouden worden. Dat ze het idee hadden dat wij tegen hun aan het demonstreren waren. Maar dat was helemaal niet zo. Mensen waren ontzettend aardig en namen heel vriendelijk onze folders aan. En waren dan heel erg verbaasd waarmee wij kwamen. Echt gesprek ontstond er niet, dat was wel jammer. Maar ik vond het wel heel belangrijk dat die Amerikaanse militairen die hier zaten begrepen waarom wij aan het demonstreren waren. En het verhaal was juist van we demonstreren niet tegen de Amerikanen, we demonstreren tegen de kernwapens. Ik heb later gehoord van Amerikaanse diplomaten, militairen die in die tijd actief waren, dat ze dat hele verschijnsel in Nederland van die grote demonstraties enzovoort heel vreemd vonden. Dat ze dat heel gek vonden dat wij, zij waren toch onze bevrijders, zij waren onze verdedigers in de Koude Oorlog. Waarom deden we daar nou zo moeilijk over? En, ja. Oh ja, er vlogen vliegtuigjes over van mensen die tegen onze demonstratie waren. Nederland is veilig dankzij de NAVO met kernwapens. Het was in elk geval het gevoel van, nou, de boodschap komt ergens over. Als je reactie krijgt, dan heb je wel iets geraakt. Het zou veel erger zijn als het genegeerd werd. Wat heel erg opviel is dat er allemaal verschillende groepen bij elkaar kwamen. Het IKV, waar ik vandaan kwam, kwam natuurlijk vanuit de kerken. Maar natuurlijk wel groepen die kwamen uit linkse politieke partijen, uit de vrouwenbeweging. Dus dat was natuurlijk ook lastig, want daar moest ook altijd eindeloos gediscussieerd worden wat je precies kon zeggen. En wij wilden bijvoorbeeld als IKV niet tegen de NAVO of tegen het leger in het algemeen. We wilden echt het richten op protest tegen de kernwapens. Er waren anderen die er anders over dachten.
Ik ben zelf later bij wat radicalere groepen gekomen. Ze zijn ook gaan demonstreren bij de vliegbasis in Woensdrecht. Daar waren we wat minder braaf dan we hier in Soesterberg waren. Ze hebben ook over de hekken geklommen en de basis opgegaan. Er zijn zelfs mensen die later vernielingen hebben aangericht. Daar voelde ik nooit wat voor. Maar er was wel een heel sterk gevoel van wij staan voor dezelfde zaak. Later werd het heel gespannen. Het werd ook steeds meer twee kampen in Nederland. Mensen die voor en mensen die tegen waren. En dat was vooral voor of tegen het plaatsen van nieuwe kernwapens in Nederland. En ik denk dat we langzaamaan ook steeds minder met elkaar gingen praten. Toen uiteindelijk, ondanks al dat grote verzet, besloten werd om toch kernwapens in Nederland te plaatsen. Nieuwe kernwapens. Toen waren we daar wel heel erg boos over. En hadden we ook heel erg verbitterd gevoel. Het gekke is dat ze er uiteindelijk nooit gekomen zijn. Want tegen de tijd dat de kernwapens geplaatst zouden worden, was de Koude Oorlog afgelopen en was het helemaal niet meer relevant. Dus die discussie van de kernwapens in de jaren 80 is uiteindelijk met een soort grote sisser afgelopen. IJspret in Vinkeveen in 1954. Ook de nonnen stappen het ijs op. Het slootje ligt achter hun klooster. De vrouwen zijn liefdezusters van het kostbare bloed. Als ze niet schaatsen, staan de zusters voor de klas of verzorgen ze zieke en hulpbehoevende ouderen. Ook IJspret in Spakenburg in de jaren 50. Kunstschaatsen zijn hier duidelijk meer in trek dan Noren. De Spakenburgse haven met zijn botters is een populaire plek, maar veel mensen trekken naar het Eemmeer om te zwieren en te draaien. We zijn op weg naar de Utrechtse wijk Kanaaleiland. Tegenwoordig is het een vogelaarwijk waar veel allochtonen en immigranten wonen. Maar in de jaren 60 is dat wel anders. Met de bouw van Kanaaleiland wordt halverwege de jaren 50 begonnen om de naoorlogse woningnood op te lossen. De wijk is opgezet volgens een nieuw concept. Licht, lucht en ruimte. Ruime woningen met grote ramen en veel groen eromheen. Dit gebouw aan de Bernadottelaan is het enige ronde gebouw in de wijk. Het is gebouwd als wijkbibliotheek, nu is het een moskee. De architect ontwerpt het als tegenhanger van alle rechte lijnen. De straten zijn op een enkele rotonde na allemaal kaarsrecht en de lange flats versterken het lijnenspel. Het aanvankelijke enthousiasme over de wijk verandert in de jaren 70. De middenklasse keert Kanaaleiland de rug toe, omdat er weinig eensgezinswoningen zijn. En de schatkist van de gemeente Utrecht raakt leeg. Er is geen geld meer voor vernieuwing van de voorzieningen en het openbaar groen wordt slecht onderhouden. Inmiddels wordt de wijk weer helemaal opgeknapt.
Volgende week zijn we bij een enorme gasexplosie in Zeist in de jaren 60. Nou, als je maar die ontploffing realiseert, die mensen was wat voor een tijdbom er midden in Zeist zijn. We maken een ritje met de Utrechtse tram in 1929. En ook zien we koningin Juliana in Kockengen. Dat en meer in Gouden Tijden.